goeienavond. Wat een wonderlijke voorrecht is dit voor ons om die uitstorting van die Heilige Geest te kan vier en om bij elkaar te kan wees in die Heilige Geest wat ons vier. Ons is saam gebind door die Heilige Geest en saam is ons ook teenwoordig in die Heilige Geest as ons bij elkaar is in die naam van Jesus Christus. Dis reg, ons vier Pinkster hierdie week. En ek wil graag hê dat jy saam met my gereeld moet inskakel en luister wat die woord van die Here vir ons sê om ons te herinner aan die onvermijdelijke feit dat ons is Pinkster manne en Pinkster vrouwe. En kom ons sê vir die Here dankie daarvoor. Vader, baie dankie dat ons geestvervulde manne en geestvervulde vrouwe kan wees. Baie dankie dat ons die Heilige Geest ontvang het om ons te lei in al die waarheid. Baie dankie Here dat ons een Pinkster identiteit kan hê, wat ons selfs in hierdie dag kan uitleef, soveel te meer in hierdie dag, waar mense vastgevang is in die natuurlijke, menselijke omstandighede, dat ons die voorreg kan hê om die bonatuurlijke karakter, kracht en eienskap van die Heilige Geest in ons leven te kan hê, te kan waardeer. Baie dankie Here dat U so groot God is en dat U een beheer is van ons leven. Baie dankie dat ons geestvervulde manne en vrouwe kan wees. Ons eer U daarvoor in Jesus Christus naam. Amen. Dit is reg, ja. Ons fokus op die Heilige Gees. En baie moontlik is jy in hierdie tyd in een positie waar jy dalk nie die volle ervaring van die Heilige Geest in jou leven beleef, soos wat jy behoort te beleef nie. En daarom wil ek graag dat ons in hierdie week, as die Here wil, op hierdie ervaring fokus, op hierdie vervulling van die Heilige Geest, met die verantwoordelijkheid, met die voorregte, met die bonatuurlijke identiteit daarvan, net weer besef in ons leven. Weet jy, die moderne mens het so, dat ek het mooi uitdruk, die moderne mens het so begin gewoond raak aan die menselike faktor, dat ons vergeet van die bonatuurlijke element wat ons het in die persoon, namelijk die Heilige Geest. Wat is jou Pinkster identiteit? Jou Pinkster karaktereigenskap? Jou Pinkster afdruk, jou Pinkster teenwoordigheid in mensese levens as een Pinkster man en vrou vervul met die Heilige Gees. Wil ek graag vanavond ook onder jou aandag bring. En as jy die Bybel het, kan jy saam met my lees, en ons lees in Handelinge 2 vanaf vers 16. Maar dit is wat deur die profeet Joël gespreek is. En in die laaste dag spreek God, sal ek my gees uitstort op alle vlees. Julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle jongelinge sal gesigte sien, en julle ou mense sal drome droom. Net eers tot sover. Kan jy sien, of dit waardeer, of met my saamstem, dat 'n Pinkster kerk, 'n Pinkster man en vrou, beweeg in die bonatuurlijke werkelijkheid van Godse Gees. Ons lees hier, dat julle seuns en julle dogters sal profeteer. Een jonge geslag vandag is so vastgevang in die sociale netwerke, en is so vastgevang, ach, ek kan het maar sê so wat het is, al het ons die voordeel nou daarvan om die selfone te gebruik as een instrument om die woord te verkondig, maar wees eerlijk met my as jy sal, ons seuns en ons dogters is so vastgevang in die fone, en bezig met die dinge van die aarde, wanneer hoor ons hulle profeteer? Hoor ons hulle nog profeteer? Opstaan en sê, so sê die Here. En teen die profesie, ek wil jou die vraag vraag, is profesie nog een relevante realiteit in Pinksterkerke?
So sal jy met my saamstem dat daar is aandag wat ons moet gee aan ons Pinkster identiteit, aan ons Pinkster afdruk, dat ons weer terug kan kom naar die werkelijkheid wat God wil hê. Wat is wat God wil hê? Hy wil hê sy gees moet op alle vlees uitgestort word en dat die jongelinge gezichten moet sien en ons seuns en ons dogters in 'n plek is waar God sy stem hoor en sê, dis wat die Here vir my sê. Ek wil dit graag sien weer een werkelijkheid word in die kerk. Dat daar so een uitstorte van Godse geest is, dat dit weer gebeur. Dat daar een herleving is. Hy gaan aan en sê, en ook my dienstknegte en my dienstmaagde sal ek in die dag van my geest uitstort en hulle sal profeteer. Dit is dus ongetwijfeld een werkelijkheid dat een Pinkster man en vrou beweeg in die boornatuurlijke realiteit om Godse stem te hoor deur die Heilige Gees en om kracht te ontvang deur die Heilige Gees. Maar kom ons bly in hierdie konteks van Handelinge 2, die Pinkstertijd, en ons haal so 'n paar belangrike punte vir onsself hier uit. Hy gaan verder op te sê in vers 40 en met baie ander woorde het hy hulle besweer en vermaan en gesê, laat julle red uit hierdie verkeerde geslag. Die wat toe sy woord met blydskap aangeneem het, is gedoop. En daar is op die dag omtrent 3000 siele toegebring aan die koninkryk van God. Wat vir my baie interessant is, is die woord sê hierso, dat hy het hulle met ander woorde, baie ander woorde, besweer en vermaan. En hulle daar die besweering en vermaning, daar die woord het hulle met blydskap aangeneem, sê die skrif, met blydskap aangeneem. En wat vir my dan interessant is, is as ek iemand besweer en iemand vermaan en hy ontvang het met blydskap, of ek het die beginsel van beswering en vermaning, die betekenis daarvan en die toepassing daarvan op een verkeerde wijze verstaan, of die wijze hoe die apostels mense beswering en vermaan het, is anders as wat ek en jy dit sal interpreteer. En ek dink dit is die geval. Wanneer hulle mense vermaan het, en besweer het, was dit anderste as wat ek en jy sal doen. Want as ek en jy die woordjie besweer en vermaan hoor, dan dink ons dadelijk dit is een kwaai gewelddadige toespraak, en jy verstaan wat ek sê. Maar wat interessant is, die woordjie vir vermaan en besweer hierso, het een baie diep betekenis. Ek wil dit eers die Engels vir jou lees, and with many other words did he testify and exhort, saying, save yourselves. Nou die woordjie hierso is die woordjie parakaleio, wat ons gebruik. Parakaleio beteken to call near. That is invite, invoke, comfort, desire, to entreat, or to pray. Die baie breër betekenis hierdie woordjie parakaleio. Maar onder andere beteken het to invoke. To invoke. En dit sê vir ons dat jy moenie provoke nie. Jy moenie aanstoot gee nie. Dis to invoke. En invoke gee die gedagte van jy trek 'n persoon. Jy, en net soos wat in die woord sê, to call near, to comfort, to desire, to entreat. En hoor jou wijse van oordrag as 'n Pinkster man en vrou is van so 'n aard, dat jy 'n persoon invoke, dat jy hom, jy maak hom nuuskierig, jy maak hom belangstellend in die boodskap wat jy het. Jy stoot nie weg nie. En deurgaans die woord in die eerste kerk waar die Heilige Gees gewerk het, was dit vir my 'n baie duidelike opmerkende kenmerk, dat dit het mense gelok, dit het mense getrek, en hulle was lief vir mekaar,
en aan mekaar ondersteun, mekaar bemoedig, mekaar versterk, mekaar ondersteun. Dit was die eienskap van die Pinksterkerk aan die begin. So wanneer ons praat van om mensen te vermaan en te besweer, as 'n Pinksterman en vrou, wie jy is, gevul met die Heilige Gees, dan is het niet om op een persoon af te stormen met die volle heerlijkheid van God en die weerlig stralen en die woord te vat en hier die persoon nou buiten kom met een oorgave wat gedreven wordt dat je hem eindelijk wegdrijft. Nie. Nee, wanneer jij vermaan, dan parakeleio jij. You invoke. Jij invoke. You entreat and you comfort and you call near. Dit is hoe hulle die eerste gemeente gefunctioneer het, dat duisende op een dag tot bekeer gekom het. Hier die positieve, opgewonde boodskap van die verlossing in Jesus Christus en die vervulling met die Heilige Gees, het mense gelok, mense bemoedig, mense aangespoor om die Here te dien. Ons praat van ons Pinkster identiteit. Ons kyk na ons Pinkster afdruk. Wat se vingerafdruk laat jy na as 'n Pinkster man en vrou, as jy contact gemaakt het met mense? Invoke jy? Provoke jy? Trek jy nader of stoot jy af? Wat is jou vingerafdruk as 'n Pinkster man en vrou, wat jy nalaat? En het is belangrijk dat ons hier gesels as Pinkster mense. Want mense het nodig om die goeie nuus van Christus Jesus en die belofte van die Gees te hoor. En wat is nog een identiteit, een karaktereigenskap van een Pinksterman en vrou gelees in hierdie context, is daar in vers 42, en ek lees vir jou, en hulle het volhard in die leer van die apostels, en in die gemeenskap, en in die breking van die brood, en in die gebede. Lees weer saam met my, hulle het volhard, dit beteken, dit was vir hulle ernstige saak, hulle het gedurig deur gedoen. Hulle was toegewy daaraan. Hulle was uitverkoop daaraan. Dit was vir hulle fokuspunt in hulle lewe. En wat was dit? Dit was gewees. Hulle het volhard in die leer van die apostels. In die eerste plek, hulle het 'n leergierigheid gehad. Hulle het nie 'n gesindheid of 'n uitkyk in die lewe gehad van ek weet alles nie. Ek het al die kennis, jy hoef my niks te leer nie. Nee, 'n Pinkster, geesvervulde man of vrou is iemand wat sê, leer my. Want onthou, die Heilige Gees is ons leermeester. Hy lei ons in die waarheid en hy herinner ons en leer ons aan alles wat Jesus geleer het. So as ek vervul is vir die Heilige Gees, is ek vervul met 'n gees wat my wil leer. So ek moet die gesindheid hê van, leer my. Leer my. Ek wil meer leer. Dit is 'n Pinkster man en vrou, wat vervul is by die Heilige Gees, se gesindheid. Stefan, leer my. Volhard in die leer van die apostels, die het hulle gedoen. En hulle het die breking van die brood en in die gebede volhard. Breking van die brood, natuurlijk, was verhouding met mekaar, mekaar te bedien, met die nagmaal van die Here, en in verhouding met mekaar te wees, en in gebed het hulle volhard. Dis dinge wat vir hulle belangrijk was. Kom ek so met die vers op, wat was vir hulle belangrijk, as 'n Pinksterkerk, en vir ons as Pinkster man en vrou, behoorde dan ook belangrijk te wees, om uitverkoop te wees, te volhard, aan leren, om een gesindheid te hê van leer my, om daar te wees vir mekaar, mekaar te bedien, en gebed. Vir mekaar te bid, en dat is ook jou persoonlijke gebedslewe. Dit is 'n Pinkster man en vrou, of 'n geesvervulde man en vrou, wat so 'n uitkyk in die lewe het. En dan gaan die volgende vers aan en sê, en vrees het op elkeen gekom, en baie wonders en tekens het deur die apostels plaas gevind. Vrees. Jy het op elke een van hulle gekom. Nou, natuurlijk is het nie vrees in die sin van weghardloop vrees nie. Dis vrees uit eerbied. Vrees
uit respect in opzichte van God wat heilig is, en die Heilige Gees, en gestreven naar hierdie eerbiedigheid, om God en eerbied te dien. Weet je wat? Jouw vingerafdruk, als een Pinkster man en vrouw, als jij bij mensen zijn gezelschap is, als hulle moet daar eerbiedige respect voor die Almachtige God en Vader zien wat jij dien. En beleef dat jij is iemand wat om eerbiedig en om vrees. Baie wonders en tekens het hier die apostels plaasgevind. Het is ons bonatuurlijke, mensen, het is ons bonatuurlijke karaktereigenschap, identiteit, als een Pinkster man of een Pinkster vrouw, vervul met die Heilige Geest van God ons Vader, ze erkennen, moet wees, hy erken, hy glo in die bonatuurlijke kracht van God, en moet glo dat wonders en tekens nog steeds kan plaasvind in ons tijd, en dit toepas ook in sy leven en beleef wonders en tekens. En wat was die resultate van dit alles geweest? Lees ons in vers 44. En allemaal wat gelovig geword het, was bij mekaar. En dag voor dag het hulle eendrachtig volhard in die tempel, en van huis tot huis brood gebreek, verhouding met mekaar, en hulle voedsel met blijdschap en eenvoudigheid van hart geniet. Hulle het bij mekaar gekom. Hier die bonatuurlijke kracht en werking van die Heilige Geest en kenmerken van die Heilige Geest het nie mense weggejaag nie, maar het mense getrek, het mense nader gebring. Ons levende tijd, waar baie menigte van die opinie is dat die bonatuurlijke werking van Godse kracht en die gaves van die Geest stoot mense af, dit is nie die geval nie. Was in die geval in die Handelinge kerk nie, dit het mense getrek, dit het mense gelok, it entreated, it invoked people. Hulle wou nader aan die Here kom, hulle het ook gevrees, ook geëerbiedig, en hulle het verhouding met mekaar gehe as gevolg van die boe natuurlijke kenmerk van die Heilige Geest. Een Pinkster man, Pinkster vrouw, sy karaktereigenskap, en vingerafdruk, is die dat hulle reik uit naar mekaar, volhard om uit te reik naar mekaar, vrees die Here en is in eenheid bij mekaar. Hulle het eendrachtig volhard in die tempel, hulle was in eenheid geweest. Terwijl hulle God geprys het en in guns was bij die Here volk, en die Here het dagelijks bij die gemeente gevoeg wat gered is. Die Here het dagelijks bijgevoeg. En hier die mense het God geprys, hulle was vol blijdskap gewees, en soveel so, hulle was in guns by die hele volk gewees. Mense het die heerlijkheid van die Heilige Geest in hulle gesien, en in die wijze hoe hulle met mense gewerk het, deur om hulle te inspireer en te bedien met liefde, het gemaakt dat hulle was in guns gewees by mense. Want die liefde van die Here en vir die Here was op hulle gelaatstrek gewees, hulle het God geprys, en daar was vreugde. Wat is ons Pinkster identiteit? Beleef ons nog ons afdruk, en los ons nog ons geestvervulde afdruk, as manne en vrouwe, vol van die Heilige Geest, soos wat ons behoort te doen, is waarna ons hierdie week gaan kyk. Vanavond wil ek jou echter los met een gedachte wat ek wil hê jy moet oordink. Hoor ons waar jy kom, met elke persoon wat jy gesprek het, of het 1-tot-1 is, of het dier die foon is, hoe is jou afdruk? Wat los jy achter, as jy met die persoon gepraat het? Kom ons bid saam. Vader, baie dankie, dat ons een Pinkster afdruk het, en een geestvervulde afdruk het. Mag dit so wees, dat wanneer ons mense bedien het, en met mense contact gemaakt het, dat ons hulle geïnspireer het, en oortuig het, en nader getrek het aan die Koninkryk, eerder is wat ons hulle afgestoot het. Mag ons so vol wees van die Heilige Geest, en die heerlijkheid van die Heilige Geest, dat die wonders en tekens functioneer, die bonatuurlijke van die
werking van die Heilige Geest, profetie, drome, gezichten. Heere, dat dit weer een werkelijkheid zal worden in die moderne kerk. Dat mensen weer een ervaring zal hebben dat Godse Geest werkt in die kerken. Vader, dat die Geest weer werkt soos wat hij moet werken in ons levens. Dat waar ons beweeg, onze afdruk laat van die bonatuurlijke eigenschap van die koninkrijk. Dat mensen werkelijk aangeraakt zal worden en aangetrek zal worden. Maak ons dus magneten van heerlijkheid, Vader. Magneten van heerlijkheid is wat in mijn gedachten opkomt, Vader. Magneten van heerlijkheid wat mensen aantrek naar die koninkrijk toe, naar die Geest toe. Dat ons oorloop van die vreugde, die blijdschap van die Heilige Geest en die kracht van die Heilige Geest. Ja, in hierdie moeilike uitdagende tye waar ons beperkte contact met elkaar kan hebben, dat ons dat beperkte contact niet beperkt gebruik nie, maar optimaal gebruik om die koninkrijk en die heerlijkheid te verspreiden onder mensen. Dat ons niet die werking van die Heilige Geest zal beperken, omdat ons beperkt is niet. Maar dat hij nog sterk zal werken in ons daar is mijn gebed in Jesus naam. Amen. Baie dankie dat jij hier die Pinkster boodskap saam met my geniet het. Môre aand, as die Heere wil, maak ons weer so. Heel lieflike aand verder. Tot ziens.